Dat zien we ook nog steeds veel bij nieuwe mensen, dat ze echt 80-90% in één altcoin zitten. En dan is het nog een keer een hele hoog risico alt ook. Ja. En dan denk je, ja, dat is niet echt een verstandige keus. Hey, welkom bij de OpenCash. Ik ben Chris. Ik ben Barry. En het is weer tijd voor een portfolio video. En niet een gewone portfolio video, want we hebben al vaker een portfolio video gemaakt over de verdeling. Maar er zijn wel dingen veranderd in de markt. Er zijn een paar dingen bijgekomen en een paar dingen anders geworden, waardoor de verdeling iets anders is geworden. De vraag naar hoe de portfolio eruit zou zien bij ons is nog steeds regelmatig aanwezig. En voor deze video hebben wij 1000 euro die we mogen gaan verdelen. Hoe zouden wij die 1000 euro dan gaan verdelen? Dat is eigenlijk de vraag. Dat is eigenlijk de vraag. Weet je wat het is? Crypto is nog jong, is net ontstaan. Er gebeurt heel veel. Ja. Daarom moet je zelf ook flexibel zijn, net zoals bij traden. Je moet kunnen aanpassen aan de markt en aan de omgeving. En dat betekent dat je ook soms je portfolio moet herzien. Daarnaast zien wij ook, dankzij bijvoorbeeld de 1-op-1, de Platinum Service, zien we heel veel portfolio's. En dan weten we ongeveer wat de gemiddelde indeling is. Dat is ook de reden dat we dit filmpje maken, dat we er toch op blijven hameren. Let nou op een paar belangrijke punten. En ik zag laatst ook ergens onder een video een reactie van, ja, jullie vallen soms in herhaling. Ja, we moeten soms wel, want er zijn elke dag nieuwe mensen die naar ons kanaal kijken. Dus sommige dingen moeten we herhalen en dit is niet echt een herhaling, dit is een aanpassing. Net zoals dat je je aan moet passen aan een scenario als het niet uitspeelt zoals jij graag had gezien. Dit scenario moet ook omgegooid worden, want er is een toch wel belangrijke speler in de markt bijgekomen eigenlijk de afgelopen tijd. Jawel. Goed, wij hadden besloten om het in balletjes te laten zien. Ja, laten we het even intekenen. Dus we gaan het intekenen hoe het er ongeveer uit zou moeten zien in onze verdeling. Mag ik het eerste balletje tekenen? Ga je gang. Even kijken, dat wordt dan wel gelijk het grootste balletje. En ik denk dat de meeste mensen wel weten wat dat balletje gaat inhouden. Ja, dat balletje houdt uiteraard in Bitcoin. Dat is Bitcoin, ja. Dat is inderdaad. Dat is toch de basis eigenlijk Bitcoin. Nog steeds. Het is meer een ei, Chris, maar dat mag je uit. Ja, kijk zo. Oké. Ja, dat is de basis van je portfolio. Dat is het grootste gedeelte van je portfolio. Dat zien we ook nog steeds veel bij nieuwe mensen. Dat ze echt 80-90% in één altcoin zitten. En dan is het nog een keer een hele hoog risico alt ook. Ja. En dan denk je, ja, dat is niet echt een verstandige keus. Maar ze hebben tegenwoordig wel meestal wel iets Bitcoin. Ja. Daar zien we een stijgende lijn in. Maar de verhouding, die is echt nog heel scheef. Ja, dat is zeker waar. Maar het is gewoon te veel risico om je eigen 100% op één alt te focussen. Je moet sowieso een verdeelde portfolio hebben. En daar is het grootste gedeelte nog steeds Bitcoin van. Kijk even iets anders. Je kan denken wat je wil, maar in het verleden de enige juiste investering in crypto. Tuurlijk zijn er kleine altcoins die ook hele dikke gains hebben laten zien. Ja, maar structurele gains. Als ik hem op Blood & Rhythmic zet, dan zie je dat ook duidelijker. Bitcoin was eigenlijk de enige juiste manier om structureel geld te verdienen. Beermarkt op beermarkt hebben we meegemaakt en toch heb je gigantisch veel geld verdiend. Ik denk dat de juiste benadering is. Structureel winst maken. Want tuurlijk zijn er alts geweest die op bepaalde momenten veel hogere percentages winst lieten zien als Bitcoin. Alleen structureel niet. En Bitcoin, die blijft gewoon zijn ding doen. Gaat het? Ja, hij zijn vervormd, maar kom goed. Jij kent wel een beetje kneden. We fixen dat. Jij kent wel een beetje kneden. Kijk. Een beetje nog? Ja, dat is hem. Oké. Goed, dan hebben we nog een balletje nodig. Ja. Nog een balletje nodig. En het balletje die er nu komt te staan, dat is main altcoins. En weet je wat het is? Dit is ook een verschil met vorige keer. Er hoeft niet per se een percentage bij te staan. Uiteindelijk is dat... Iedereen is uniek. Dat hebben we ook heel erg gemerkt. De ene voelt zich gemakkelijker bij, laten we zeggen, 50% Bitcoin. De ander wil zelfs 80%. Ja. De meeste mensen die wij tegenkomen, die komen net aan de 10%. Ja, maar er zijn ook mensen die hebben 100% Bitcoin. Ja. Als jij je daar fijn bij voelt, is dat allemaal prima. Dit is ook geen advies. Dit is puur op basis van 1000 euro wat wij zouden doen.
Main altcoins. En met main altcoins bedoelen we dan wel de grotere altcoins. Een EOS, een Ethereum, een Cardano. Gewoon de wat grotere altcoins. Zijn die altcoins er op dit moment al? Ja, er zijn er een hoop die echt wel moeten gaan leveren. En die echt met dingetjes moeten komen. Problemen moeten gaan oplossen. Maar als je dan in alts investeert, houden wij het toch bij de grotere. Ja, en weet je wat het is? Heel vaak ook nu merk je, dan hoor je andere kanalen misschien zeggen, ja, altcoins, oké, dit is even niet interessant. Als jij anderhalf jaar in de beermarkt hebt gezeten en die altcoins hebben alleen maar gedaald, dan is het juist nu interessant. Het was hiervoor niet interessant. Nee. Als iets goedkoop is en je weet niet waar de bodem ligt, dat weet je nooit. Nee, dan is het interessant. Ja. Is dat het beste punt om te kopen? Dat zeg ik niet, maar het is wel interessant. Des te lager die koers komt te staan, des te interessanter het wordt juist. En je merkt zelfs aan de kanalen dat daar dus de depressie toeslaat wat betreft altcoins. Oh, altcoins moet je nu even niet naar kijken. Ja. Die hebben al zoveel pijn geleden. Ja, juist daarom moet je daar naar kijken nu. Ja. Maar goed, mensen doen dat. Grote deel van de mensen doen dat op de verkeerde momenten. Die gaan inkopen als het hoog staat. En als het laag staat, dan durven ze niet te kopen. Ja, maar dat is de aloude fout. Ja. Next. Derde balletje. En dat is het balletje wat veranderd is in portfolioverdeling. Ten opzichte van ruim een jaar geleden. Want toen was er eigenlijk maar één. Dat zijn de exchange tokens. En waarom de exchange tokens een apart eigen balletje krijgen? Omdat het een ander soort investering is dan Bitcoin en altcoins. Want de exchange tokens die gaan vaak, kijk maar naar BNB, vaak contrair aan de Bitcoin. Ja, dan hebben we een, je noemde er al een, BNB, Leo, KuCoin, Shares. Je hebt verschillende exchange tokens. Ten eerste, die coins hebben direct een use case. Ja. En die worden daar wordt volop gebruik van gemaakt in de cryptosfeer al. Inderdaad, tegenover, omdat je portfolio zo BTC heavy is, moet je dat ook een beetje balanceren. En dat doe je door coins die een klein beetje contrair treden. Je zou zelfs misschien wat hedge coins erin kunnen opnemen, maar het probleem is, die zijn er niet zo heel veel. De enige die er eigenlijk echt is, en dat is altijd, wordt een beetje grappig weggezet, maar die treedt altijd goed tegenover de Bitcoin, dat is de Dogecoin. Ja. Dogecoin, vroeger was het XRP, maar die is ook die correlatie helemaal verdwenen. Dus ik zeg gewoon, exchange tokens is de meest veilige keus. Daarnaast heb je ook nog gewoon voordelen. Je krijgt korting op je exchange. En ze werken allemaal met een burn protocol. Dus uiteindelijk wordt die supply ook steeds minder. Dus wordt die stack ook steeds meer waard. Dat is de bedoeling in ieder geval. Is de verandering van de portfolio. Ja, we hebben een videootje gemaakt over de exchange tokens. Wil je daar wat meer duidelijkheid over krijgen? Daarin behandelen we BNB, Leo en KuCoin Shares. Ja. Goed, dan hebben we nog een balletje nodig. En dat is? En dat is voor een iets kleinere dus. Een iets kleiner balletje. Iets dat is voor small alts. En met small alts bedoelen we de risicocointjes in je portfolio. Wij hebben het al vaker aangegeven dat wij Unicoin Gold, UKG, vinden wij een leuk projectje. Ja. En dat is zo'n coin die hoort in dat kleinere balletje. In het risicogedeelte van je portfolio. Waarom? Omdat je het een leuk project vindt. Omdat je je onderzoek ernaar gedaan hebt en je ervan overtuigd bent dat het goed in elkaar zit. Net als UKG, licenties, alles hebben ze op orde. Gewoon een heel mooi projectje, maar staat ergens onderaan in de lijst. Risico-altje voor je portfolio. En zo moet je het ook echt aanvliegen. Dat is ook gewoon goed hoe je het aanhaalt. Niet elke coin in de top 100... maar al helemaal niet in de top 1000 gaat het halen. Nee. Niet alle coins overleven het. Ook al is hun idee, is hun project nog zo goed. Ja, maar dat is ook wat je heel vaak hoort, hè, bij de mensen. Ik heb die whitepaper gelezen, dit wordt hem. Dit wordt de knaller. Maar wie heeft die whitepaper geschreven? Ja, de coin zelf. Die gaan hun project niet negatief neerzetten. Die whitepaper ziet eruit als roze geur en maneschijn en alles is top en geweldig en dat is wel iets wat je voorzichtig moet benaderen, want dat is niet altijd zo. Dus doe naast die whitepaper ook zeker je onderzoek of ze daar zaakjes goed voor elkaar hebben. Het is gewoon heel belangrijk om je risico te spreiden. Ja. En eigenlijk hoe kleiner het bolletje wordt, des te meer risico er aan vast zit. En er zijn grote gains gemaakt vroeger met kleine altjes. En daarom is het ook leuk om een risicogedeeltetje in je portfolio te hebben. Ja. Maar houd dat wel beperkt. Ja. Dan hebben we nog
twee bolletjes. Je mag ze eigenlijk gelijk allebei... Zal ik ze allebei intekenen? Zet ze er allebei maar gelijk bij. Dan hebben we nog twee bolletjes. En in de portfolioverdeling... Ja, het hoort niet zozeer direct in de portfolio. Maar we hebben het over de algemene portfolio. En dat is toch ook wel het gedeelte waarmee je treedt. En bij ons zou van die 1000 euro die wij op dit moment kunnen investeren... een gedeelte gaan naar margin platforms. Ja, en eigenlijk beschouwen we dit eigenlijk als globaal gewoon traden. Want wat wij heel veel mensen zien doen... is, ik ben een tradertje, ik begin net met crypto... ik ga hiermee traden. Ja. En daarmee, ze gaan nat. Ja. Ten eerste moet je al van je hele stack een klein bolletje... apart nemen en zeggen, hiermee wil ik gaan leren traden. En je moet ook bereid zijn dat bolletje eventueel te verliezen. Want dan zien we toch dat vaak bij beginners in het begin gebeurt. Als je dan met deze hele stack gaat, dan ben je hele account aan het opsnoepen. Ja, daarnaast dan gelijk, om daar mooi op in te haken, een kleine tip. Ik kreeg van de week ook een mailtje met de vraag... ik heb dus Bitcoin gekocht. Ja. Dat staat op de exchange. Maar jullie zeggen, zet het op een ledger, veilig. Maar ja, als ik het op een ledger zet en dan weer naar de exchange moet als ik wil gaan traden, is dat toch niet handig? Nee, en dat is de reden waarom je dus dit gedeelte lekker op een ledger zet, want daar doe je niks mee. Dat is gewoon jouw investering, dat zijn jouw funds, die laat je staan. Dit is jouw portemonnee en dat doe je lekker op je ledger. Met je main alts kunnen ze op de ledger, is dat leuk. Kunnen ze niet op de ledger... dan zorg je ervoor dat je de wallets gedownload hebt van de desbetreffende coin. Dus EOS heeft een eigen wallet, Cardano heeft een eigen wallet. Zorg niet dat het op de exchange staat, want het is niet nodig. En zorg dan, als je ze niet op de exchange wil hebben, dat je ook de juiste wallets daarbij gebruikt. En het gedeelte waarmee je dan treedt, dat gaat naar het platform waar je op dat moment aan het treden bent. Maar je moet die dingen wel gescheiden houden, want... waarom zou je als je met $1000 treedt $10,000 op de exchange laten staan? Nee, dat is nergens voor nodig. Kijk, onnodig risico lopen. Nee. En in ons geval, de mensen die ons kanaal volgen weten ook gewoon dat wij daarvoor kiezen om op een margin platform te traden. Ja. Dat doen we ook gewoon. Waarom? Omdat je de leverage kan gebruiken om van dit bolletje eigenlijk zo'n bolletje te maken. Dus je tradingsslagkracht neemt gewoon daarmee toe. Ja. En kan je dus toch nog redelijke trades maken. Blijft er nog één bolletje over. En dat bolletje is uiteraard keiharde euro's. Dat is gewoon fiat, hè? Fiat, laat ik het als fiat... Of het euro's zijn of dollars. Maakt niet uit. Altijd verstandig om nog eens een keer iets van extra slagkracht achter de hand te houden. En mocht er een gigantische drop komen... en jij bent wel verstandig om te kopen op zo'n moment... moet je iets van fiat achter de hand hebben. En dan kan je met dat bolletje... iets extra bijkopen. Ja. Ik denk dat dat een... Maar dit is gewoon een verstandige indeling. En uiteindelijk het getal wat je eraan vasthoudt... ik kan dat even snel... laten we zeggen 50% Bitcoin... 15% zit ik op 80... de laatste 20% verdeel je hierover. Dan is het prima. Ja, en zoiets. Wil jij daar 5% extra? Wil je 60% Bitcoin, 10% mainalt, 10% exchange tokens? Kan ook. Je kan het zo invullen zoals je zelf wil. Maar maak hierin een verstandige verdeling. De bolletjes geven ongeveer al aan hoe wij het zouden doen. En hou jezelf eraan. Daar gaat het vooral om. Zeker. En wat betreft, hou jezelf eraan. Ook wat betreft margin. Als je aan het traden bent, zorg dat je een plan hebt. Bij een bepaald niveau wat je haalt op je margin platform, stort de rest lekker naar je ledger. Ja. En zorg dat het veilig staat. Goed. Vond je dit weer een top video? Smash sowieso even op die duim en abonneer op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Druk je op het belletje, krijg je een notificatie als we een nieuw filmpje posten. En onderaan deze video vind je alle links terug naar dopey.nl voor de gaafste crypto merchandise in heel de crypto scene. Dat is gewoon een feit. Ja. Mensen vinden het super gaaf. Eigen designs en uniek. Dopeycash.nl voor platinum info en 1-op-1 info. Alles staat onderaan deze video. Ja. Bedankt voor het kijken en we zien jullie de volgende keer. Later. Later.